ik heel eerlijk gezegd, ik denk dat het voor mij ook niet geheel positief allemaal zou uitpakken dat ik op Jesse ga stemmen. Dat denk oh nee, dat gaat hier los. En ook wat ik het nog een keer doe. Maar hier, en ik denk buiten ook. Ja, denk ik ook. Ja. En dat geeft verder niks. Maar ik maak die keuze wel, omdat ik dat voel, omdat ik dat kan weerleggen vanuit mezelf. Mm-hmm. En omdat ik daar heel goed over na heb gedacht. En dat ik dit niet over me heen kan laten gaan. Nee, moet je ook niet. En dat doe ik ook niet. Alleen, het is niet de makkelijkste keuze die ik maak. Nee. Het is niet zo van, oh, ik doe het en dan is het klaar. Nee, natuurlijk niet. Ik zit er ook dagen zo van na te denken van, poeh. En dat brengt ook een bepaalde spanning met zich mee. Maar uiteindelijk moet je een keuze maken. En dan denk ik van, ja, dan is dit de keuze die ik maak. En daar heeft men maar mee te dealen. Iedereen. Ja. Want dat zijn mijn stemmen. Die mag ik verdelen. En ja. Ik mag daar ook voor uitkomen. Ja, mag ook. En zo voelt het soms niet. En dat is prima, maar... Dat mag je zeker. Ja. En ze staan ook vast. Maar die van mij worden ook niet met dank afgenomen. Nee, natuurlijk niet. Die van Brennan denk ik ook niet. Nee, maar dat weet hij nog niet. Dat weet hij nog niet. Maar weet je... Weet jij die stemmen van jou wel? Heb je dat tegen hem gezegd? Nee, maar hij heeft wel een gevoel. Ja. Ja, ik heb het wel gezegd. Uit boosheid toe. Misschien denkt hij nog... Doet het misschien toch nog wel anders. Gaat het nog wel op Milena. Dat zou het nog kunnen. Maar ik negeer ze ook volledig. Ik heb het allemaal gezien. Een hele fake gedoe. Pah. Maar Milena zei ook, die van Brennan staat vast. Maar hoe is het dan voor Frenny... Dat zij zit in een caravan waar twee mensen op Jesse gaan stemmen. Zij wil dat dan zelf niet doen. Maar hoe is dat dan voor haar? Dat zij dan, want ik heb altijd nog een beetje het gevoel dat zij zit. Over en weer loopt. Ja, maar nou, niet over en weer loopt, maar dat ze heen en weer getrokken wordt, om het maar zo te zeggen. Nou, getrokken niet echt meer, maar je ziet wel van als ze hier even geen aandacht krijgt, dan gaat ze weer naar de andere kant. Dit vice versa. Kijk, joh, ik ben geen gozer waar je de hele dag omheen moet hangen. Nee. Dat vind ik ook niet chill. Nee, dat heb ik liever niet. Van, joh, ik ben heel erg mee bezig met mijn eigen dingetjes. Soms zoek ik mensen even op. Nou, kan ik even een beetje land afvanderen, een beetje enzovoort enzovoort. Maar ze heeft het wel een beetje nodig, denk ik. En dat geeft verder niks. Maar ja, ik heb ook een beetje het idee dat ze het allemaal maar goed wil laten. Ja. Omdat het dan maar goed is en dat ze dan geen last heeft. Ze wil niet confrontatie opzoeken. Ja. Maar ja, heel eerlijk gezegd, en het klinkt heel cru, maar that's life. Ja. Je kan niet iedereen te vriend houden als jij iets wil. Ja. Als jij naar de overkant wil lopen, ja, dan moet je een soort van compromis moet je sluiten met jezelf. En als je dat niet doet, ja, dan raak je helemaal in de knoop in je hoofd. Ja, ik denk dat ze op mij gaat stemmen. 3, denk ik. En dan is het wel een beetje eng. Want stel je voor een Jesje in de middel, zullen ze dat ook doen. Is dat wel een bepaalde kracht die ze uitvoeren weer. Qua stemmen. Kijk, en in principe vindt ze alles wat wij vinden. Van ja, dat is ook waar en dat kan niet en dit en dat. En Uiteindelijk blijft de stemmen blijven daar wel. Denk ik. Denk ook. En dat is toch fucking krom. Maar dan is je emotie niet oprecht naar iemand toe. Of niet naar ons, of naar mij, of niet naar Jesse en Merel. Er is iets wat niet klopt. Nou, ik denk dat ik 9 stemmen krijg. Ja, dan wel. Maar ik zie Milena ook nog wel op de bank, hoor. En dan denk ik wel, wat gaat er de volgende keer gebeuren? En weet je waar ik ook heel erg benieuwd naar ben? Is of Jesse ook heeft gevraagd op wie Frenny gaat stemmen. Ga ik morgen even vragen. Of Merel. Ja. Waarom is Jesse voor Frenny zo'n grote steunpilaar? En Merel? Ja, geen flauw idee. Wat hebben zij haar te bieden? Ja, geen flauw idee.
echt een flauw idee. Want ze vergeet heel veel dingen. Ze vergeet het. Ze sliepen in eerste instantie sliepen ze gewoon in het huisje. Ze is gewoon als een hond in de steek gelaten daar. Oh joh, ja, ik slaap alleen een weekend in de boot. Ploep, elke dag. En Fred, oh, kom je thuis slapen? Nee, ik kom niet thuis slapen. Hop, hop, hop. Meisje heeft er heel lang alleen geslapen. Ja, en toen op Lex het... Toen heb ik nog tegen haar gezegd van, joh... En daar heb ik nog zelfs tegen Merel gezegd van, Meer... Je bent ook een vriendin van haar. Dus alsjeblieft, pak ook die verantwoordelijkheid. Want je kan wel hartstikke verliefd in die boot liggen. Maar uiteindelijk heb je ook een vriendinnetje die daar alleen ligt. En die dat niet heel prettig vindt. En zulke dingen vergeet ze allemaal. En dan vindt ze allemaal weer prima. Ja, ik begrijp het niet. Ja, ik heb jammer genoeg die verstandhouding niet met haar. Anders zou ik willen vragen van... Goh, wat heeft Jesse jou te bieden waardoor jij zo... vrolijk en happy van hem wordt. Niet in de vorm van dat hij verliefd op haar is, maar wel dat ze naar hem toe trekt. En dat ze... Je hebt die verstandshouding ook niet met haar, zo. Ja, ik heb niet die verstandhouding om dat soort vragen te stellen, dat ik daar echt zo'n antwoord op krijg, wat ze daadwerkelijk echt denkt. Ja. Dat heb ik niet. Ik kan het wel aan de vragen. Ik heb geen slechte verstandshouding met haar. Mm. Maar die verstandshouding heb ik niet dat ze dat tegen mij gaat zeggen. Het waardevolle van jou is wel... Ja. Jij hoeft niet per se een bepaalde verstandshouding met mensen te hebben. Jij bent zo. Jij kan gewoon zulke vragen stellen. Ja. Omdat jij zo bent. Ja. Kijk, als ik met zulke diepgaande shit in één keer kom... van ja, hey, wat heeft Jesse jou eigenlijk te bieden? Dan gaat ze wantrouwen in de relatie die we hebben. Ja. Ja, die kan ik ook niet doen. Denk ik. Die past totaal niet bij mij. Ja, anders misschien nog wel. Kijk, ik kan wel even vragen van... joh, heeft Jesse of meer... heeft hij überhaupt nog even gepeild bij jou... hoe de stemmen zitten en zo? En waarom? En hoezo? En heb je het ook verteld? Oh. Zo, ja, waarom? Ja, maar ze weet het elke keer niet, zegt ze. En toen zei ze tegen mij van de week dat ze ging verdelen. Zei ik, hoe ga je dan verdelen? Ja, dat weet ik nog niet. Ik zeg, oh, krijg ik stemmen van je? Ja, misschien wel, zei ze. Dat is de makkelijkste weg, hè? Ik. Ja, maar dat moet eens een keer klaar zijn. Kijk, weet je, als ik mensen ook hoor van, ja, ik ga mijn stemmen weggooien, weet ik veel wat. Nou, ik heb Milijn een keer horen roepen, ik heb jou een keer horen roepen. Ja. Jongens, het is een fucking finale. We gaan niet stemmen weggooien omdat we maar af moeten van de stemmen. Dan ben je gewoon utopia onwaardig. Ik ga ze nu volgen. Ja, nee, maar gewoon in het algemeen. Ik, dat kun je niet maken. Ja. Dan zit je in de finale, maar je hoort er niet eens thuis. Nee, maar dat hebben ze de afgelopen keer ook gedaan natuurlijk. Met Milijn op de bank gezet. Tactisch. Tactisch? Ja. Maar ze zijn niet weggegooid. Want door die stemmen heeft ze wel op de bank gezeten. En is er praktisch een kans dat ze weg kan gaan. Ja. En als je ze echt weggooit, betekent van... Oh, wie krijgt er deze keer geen stemmen? Brandon? Oh, die gaat... Oké, zet ik 3 op Brandon. Want die krijgt toch geen stemmen. Ha, dan zijn mijn stemmen... Kan ik maar niemand gezeik krijgen. Maar stel, dat ik ben daar dan wel benieuwd naar. Als ik dan met Jesse op de bank zit. Wat zouden mensen doen? Wat zou een Brandon doen? Ja, dat is de enige vraag die ik heb. Ja. Want aan de ene kant geeft hij hem 3 stemmen. Heel eerlijk gezegd denk ik dan wel dat hij bij zijn stemmen blijft. Maar heeft hij ook al eerder niet gedaan, hè? Ja, maar dat was... Maar waarom zou hij dat dan nu... Wat is dan daar de reden voor? Dan leg mij dan uit waarom ik dan op Jesse zou gaan staan. Ja. Weet ik niet. Waarom? Geen idee. Hij is er klaar mee, hè? Hij is er helemaal klaar mee. Ja? Dit gedrag wat hier afgelopen week is gebeurd. Ja, houdt hij ook. Dat vindt hij verschrikkelijk. Ja, weet ik. Houd ik ook niet. En hij heeft ook gezien wat het met mij deed. En, en dat ik helemaal van... Nou, ik snap hier gereed van. Ik begrijp het niet. Nee, hij heeft ook van Milijn gehoord hoe ik eronder was. Ja, en dat vindt hij ook heel erg. En dan denkt hij ook van, ja, dit is niet mijn utopia. Nee. Van als wij nu nog in de finale deze shit allemaal gaan doen. Ja. Dat is bullshit. Ja, houdt hij ook niet van. Hij heeft meer van de gezelligheid, van de leukheid. Ja. Gewoon normaal, chill. Ja. En ja, heel eerlijk gezegd, van jou heb je geen last hoor. En laten we heel eerlijk zijn, die laatste 3 weken... kan iedereen praktisch gezien weggestemd worden. Want we hebben niemand hard nodig. Dat we denken, oeh, als die taak wegvalt, oeh, dan weet ik het even niet. Nee. Ja.
Ja, ik denk dat ze op mij gaan. Ja, en met het oog op Brandon. Van, ik denk dat hij ook verwacht dat Brandon op jou gaat. Ja. En dan... In ongeacht, weet je wel, wat ze dan kiest. Maar ze moet wel... Nou, dat maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit. Alleen, ik wil graag weten wat in haar hoofd rondspeelt. Dus volwassen vrouw. Op het moment dat Jessie dat soort dingen zegt over een jongen die zij heel erg leuk vindt. Hmm. Daar ben ik nog steeds geïnteresseerd naar. Want ik ben benieuwd wat dat met haar doet. Kijk, en als zij zegt van ja, maar, ze geeft dus aan dat ze het gewoon lastig vindt omdat ze een belofte heeft gedaan, oké. Maar ik heb ook het idee dat zij nog heel erg Merel wil beschermen. Want ik heb het idee dat zij meer iets met Merel heeft dan met Jessie. 100%. Maar ik weet niet zeker of dat klopt wat ik nu zeg. Ja. Dat klopt, heeft ze ook toegegeven hoor. Ja. Ze zei ook van, ja, Jessie hoeft voor mij ook niet Utopia te winnen hoor. Ze zegt niks over Merel praktisch gezien. Want ik heb het idee dat zij gewoon Merel als een hele belangrijke, goede vriendin ziet. Waar ze mee kan lachen, waar ze haar dingen neer kan leggen. Dat Merel gewoon heel belangrijk voor haar is. Dat, ja. Dat idee heb ik. En dat was Lex ook. Ja. Maar dan, ja. Ja, daar moet ik over zeggen. Nou, ik hoop gewoon dat zij... Kijk, heel eerlijk gezegd, ik zat ook een beetje in de innerlijke strijd. Ja. Van joh, oh god, Jessie. En dan irriteer ik me de dood aan, en maatloos aan. En op een gegeven moment gaat het emmertje overstromen. Ja. En ik heb hier geleerd van joh, dan is het nu ook klaar. Ja. Klaar, pasta, boom. Niks meer. Ja. En dat voelt echt als een bevrijding. Ongeacht dat ik heel veel chillheid ook mis. Want en Jessie en ik waren hartstikke goed. En we hadden best wel veel aan elkaar op een dag. Ja. Maar het voelt me voor mij wel even lekker. Joh, ik heb even wat ademruimte. Ik heb niet steeds een hijgende jasje in mijn nek. Ik heb niet echt een bemoeial ook in mijn nek. Ik mis wel heel veel chillheid. Want Jessie is wel een hele fijne vent om je heen te hebben. Maar ja, het voelt wel even... Phew. Ik kan gewoon zelf even bepalen hoe en wat. Ja. En als ik iets zeg, dan komt er niet altijd een discussie uit. Want we weten ook dat die discussie niet meer gewenst is. Ja, ja, fantastisch. Lucht bij mij heel erg op. En ik denk dat dat bij haar ook zo zal gelden. Nou ja, ik kan me best voorstellen. Frenny is wel iemand die, weet je wel, als mensen... Zij wil altijd openstaan voor een gesprek. Dus weet je wel, dus als Jessie dan naar haar toe komt. Ik denk dat ook in die sturing die Jessie haar geeft, dat ze dat wel prettig vindt. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat haar helemaal gek maakt. Want het zegt wel het tegenovergestelde van haar gedrag. Sorry, pardon meneer. Dus dat wel. En dat. Ik vind het gewoon lastig te bepalen. Want ik kan me voorstellen. Kijk, als ik bijvoorbeeld hier zou zitten. Hè, en mijn beste vriendinnetje daar zou. Zouden de andere mensen niet zo aardig vinden, bijvoorbeeld. Dan vind ik dat lastig. Mm-hmm. Dan zou ik dat heel lastig vinden. Ja. En dan zou ik daarvoor op willen komen. Dan zou ik daar wat dan ook. Of weet je, dat zou ik dan heel erg hebben. Mm-hmm. En ik ben een type die dat dan ook gaat vermijden, weet je wel? Dus ik probeer dat niet op te zoeken. Maar zij is in mijn ogen, zoals ik er nog steeds, die zoekt het ook wel op, zeg maar. Want ze houdt ook heel veel houvast aan jullie vast. Maar en dan denk ik van, ja, die staat er zo middenin. Hoe moet dat dan? Want op een bepaald moment... En dan wordt er eigenlijk ook nog best wel naar over jou gepraat. Mm-hmm. En dat vind ik dan heel lastig. Want het wordt eigenlijk, en dan nog niet zozeer over Frenny zelf, maar wel over eigen keuzes maken. En over jou, jij als persoon, als Gerrit zijnde, waar ze graag mee samen is. Daar wordt ook nog eens een keer heel nare over gepraat. Ja, daar klopt geen meter van. Ik zou wat vind je daar dan van? Ja. Want kijk, als Maris bijvoorbeeld, hè, Maris is een goede vriendin van mij. En ik zou een relatie hebben met Adriaan. Pakken we dat eventjes. Heel leuk. Heel de pas. En Maris die zou heel naar over Adriaan praten. En die heeft helemaal niks met Adriaan of wat dan ook. En die zou daar continu bij mij op terugkomen. Of kan me straks zeggen van, Maris, oké, ik begrijp dat jij Adriaan niet leuk vindt. Ik vind Adriaan wel leuk. Maar laten we het er niet meer over hebben. Want het motiveert me niet. Het heeft er niks mee. En ik maak de keuze om met Adriaan te gaan. Ja. En dan zou ik zo zeggen, ik weet jouw mening nu wel. Dat is klaar, dat is punt pasta. Maar ik maak andere keuzes daarin. En ik heb het idee,
Dus ik zou dat stoppen willen. Of ik zou denken van, ja, die Mariska, daar heb ik geen zin meer in. Want die praat alleen maar naar over mijn vriendje. Ja. Daar heb ik, dat wil ik niet meer. Dat dus zou ik hebben, ja. En dan zou ik denken van, wieberen eventjes. Ik heb even geen behoefte aan jou. Want jij staat niet achter mijn keuzes die ik maak. En je hebt het er steeds maar over. Maar ze zegt ook dat ze met hun er niet meer over hebben. Ja, nu. Maar daarvoor wel de hele tijd. En ik vraag me dan af, als dat dan steeds gebeurt en je hoort dat dan steeds aan, wat is dan daadwerkelijk je mening erover? Die hoor ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, alleen maar dat ze in de war is ervan. Die hoor ik niet. Nee. En dat ze er, maar dus als je ervan in de war bent, dan denk je van ja, maar wat is dan waarheid? Denk ik dan? Want anders ben je er niet van in de war. Ja. En dan een paar maanden, dan moet je daar wel een keuze voor jezelf in hebben gemaakt. En ik heb ook tegen Frenny gezegd, je hoeft niet een kant te kiezen, je kan ook neutraal erin staan. Ja. Maar het is wel belangrijk. Maar ik hoor haar mening niet. Ik hoor niet wat hier speelt, hoe zij daar verder over denkt. Nee, ik ook niet. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Van kom op, weet je, laat even zien wie je bent. Even powervrouw. Ja, en dat maakt niet uit. Kijk, en maar misschien komt het ook wel dat ik het gewoon niet gehoord heb, omdat ik er niet bij in de buurt sta of wat dan ook. Maar ik ben dan wel heel nieuwsgierig van, goh, kijk, en dan nog meer terugverplaatsen, wat dan ook. Als ik dan hier zou zitten en er zou dan het vriendje van mijn beste vriendin zou bijvoorbeeld de plan zijn om diegene eruit te stemmen. Ja, dat zou ik echt heel kut vinden. Ja. Zeker, maar dat weet en vooral als hij dan ook nog heel erg belangrijk voor mij is. Dat, en blijkt dus dat dat minder zo is. Maar als hij ook heel belangrijk voor mij zou zijn, dan zou ik ook zeggen van ja, maar ik vind dat heel vervelend. En dat hoor ik ook niet echt. Nee. Maar misschien moet ik dat vragen, maar ik hoor dat niet. Maar misschien, ja, ik weet ook niet of ze dat in de caravan erover hebben. Want ze weten dat Brendan en Milena het ook gaan doen, of niet? Ja, ja, zeker. Alleen zij wil dat niet doen. En dan ben ik ook heel erg benieuwd naar van hoe of wat. Of volgens mij wil ze niemand kwetsen. Of ik denk dat ze misschien, als zij op Jessie gaat stemmen, dat ze bang is dat ze Merel kwijtraakt. Ja. Dat denk ik. En dat is begrijpelijk. En die keuze mag ze maken. Hm. Dat mag echt. Ja. Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk, weet je, het gaat niet. Kijk, het gaat dan niet om Merel, hè? Ja, maar ik denk dat heel eerlijk, en daar zit ik dus ook de hele tijd over na te denken, ik weet ook niet wat Merel daarvan zou vinden als Frenny dat zou doen. Mhm. Maar idem dito met mij, hè? Ja, wel, maar jouw verstandhouding, Gerrit, jij bent een heel ander persoon. Ja. Mm-hmm. Jij zou er lak aan hebben en jij zou daar wat anders. Frenny is daar heel kwetsbaar in, hè? Vergeet dat niet. En je hebt met Merel ook ruzie gehad, hè? Ja. Jawel, maar ja. Weet je, uiteindelijk maak ik wel mijn eigen keuze, inderdaad. En sta ik er ook achter. En wat men ook vindt. Ja. Kijk, en heel eerlijk, ik denk heel persoonlijk, jij vindt Merel leuk, misschien aardig en gezellig, weet je wel, en vond het een tof persoon, maar je hebt haar niet nodig. En ik heb het idee dat Frenny Merel wel nodig heeft. Ja, omdat Lex nu ook weg is. Ja, dat zou ook wel een ander kunnen vervangen, maar ten alle tijden, of Lex ook wel of er niet zou zijn, Merel, Frenny en Merel zie ik toch altijd een soort aantrekkingskracht naar elkaar hebben. Frenny vindt dat gezellig, vindt de humor leuk, kijkt naar Merel op wie ze is in persoonlijkheid. En als Merel nu zou zeggen, ik verhuis weer terug naar de kast en ik ga daar slapen, zegt Frenny, ik kom er ook weer bij liggen. Geheid. Ja. Dat denk ik echt. Denk ook. Ja. Ja, en grappig is, daar heb ik dus ook over nagedacht. Mocht dat gaan gebeuren, Jessie gaat weg en Merel zou besluiten van, joh, ik ga weer in de kast liggen. Of in de boot en Frenny komt erbij, dat kan ook nog, hè? Ik denk het echt. Maar dan zou ik het, en natuurlijk mag ze dat zelf weten, maar dan zou ik wel echt nog even mijn dingetje gaan zeggen. Van, weet je, het is net zo de bal wordt steeds weggegooid. En de bal die blijft weg. Totdat die weer terugkomt. En oh, dan gaat ze er ook een keer weer bij. Nou, dat is een kut voorbeeld trouwens. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, ja. Het is van pong, ja. Het is net zo'n pingpongbal. En wat Merel bepaalt, hè. Als Merel bepaalt dat ze in de boot gaat, dan blijft Frenny daar een beetje eenzaam achter. Ja. En dan hoopt ze dat ze nog een keertje langskomt. Nou, dat is dan niet het geval. Dan zegt iemand anders van, joh, kom maar anders lekker bij ons. Nou, ja, laten we het proberen. Nou, dan gaat ze een soort van, daar langzamerhand gaat ze daar wonen. Nou, dan woont ze er. En dan zou Merel weer terug verhuizen. En dan is ik een ploep. Hey, hallo. Alsof er niks gebeurd is. Nou, ik vind dat, ik kan er niet bij. Ik vind dat, dan laat je in dat opzicht gewoon, ja, een goede woord misschien gebruiken. Of het is, ja, en ik denk dat zij dat dus niet, totaal niet zo ziet. Nee, denk ik ook niet. Maar dat had iemand niet bij mij hoeven flikken. Nee, bij mij ook niet. Maar nou, ik denk het echt. Als Jessie weggaat en Merel zou vragen van, Frank, kom je bij me wonen? Gaat ze dat doen? Ja, maar aan de andere kant is ze ook heel goed met Milena nu, hè? Ja, en heel eerlijk,
Ik denk dat dat is een verstandshouding omdat Lex wegvalt. En dat Milène en Frenny echt wel aanknopingspunten hebben. Maar als het echt om de kern gaat, is zij liever bij Merel. En misschien is het nu een hele harde uitspraak die ik doe. Maar als ik zie aan haar hele houding hoe dat is. En hoe ze dan nu ook weer soms weer naar elkaar toe. Het is als er vaak afstand tussen Merel en Frenny is. Dan komt dat vaak door Merel. Ja. Wat dat dus? Als er afstand tussen Merel en Frenny is. Dan komt dat vaak door Merel. Ja. Ja. Ja, klopt. Merel is daar heel bepalend in. Frenny vindt dat die moment dat die band is toen ze in Frente Palace, de humor, de liedjes die ze is, of wat dan ook. En Frenny is wel een allemansvriend en weet je wel, en vindt dat ook fijn. Maar ik denk als Merel bijvoorbeeld de hele tijd bij Frenny zou willen zijn, dan zou Frenny dat prima vinden. Ja, denk ook. In alle opzichten denk ik dat zij, ja? Ja. Humor. Stel, eigenlijk alles, dat past bij elkaar. Nou, in ieder geval eenzijdig. Ja, ik denk dat Merel ook andere vriendinnen heeft, zeker, absoluut. Maar Merel heeft ook Frenny nodig, heel eerlijk gezegd. Want ook Merel, iemand die afhankelijk is van haar, dat Merel het zorgelijke kan doen, het moedergevoelens eroverheen kan hebben, dat vindt Merel ook heel belangrijk. Dat komt er, en soms heeft ze er last van, maar soms vindt ze dat ook heel fijn. Want ze weet altijd dat ze naar Poes toe gaat, dat Poes er altijd voor haar zou zijn en alles voor haar zou doen. Ja. Ja, ze echt. Ik vind het echt belachelijk. Het is zo, hè, zoals je het schetst, zo is het. Ja. Maar als je heel sterk naar de situatie gaat kijken, het is echt belachelijk. Ja, maar dat komt omdat jij in de kern anders bent. Ja. Frenny vindt het fijn om af en toe geen mening te hebben. Dat heeft ze ook letterlijk wel eens gezegd. Hè? Ja, dat klopt. Zij vindt dat fijn. Mm-hmm. Maar ik kan me niet voorstellen, en dat is misschien dat hele probleem ook, dat ik me niet kan voorstellen. Maar zij heeft er zelf ook nooit aangeleerd om een bepaalde mening aan te houden. Of in ieder geval, in het hele proces sinds dat Frenny hier is, is het wel steeds wat beter naar voren gekomen. Ja. En dat steeds meer de wil van Frenny ook naar voren komt. Ja. Maar ze heeft het zichzelf ook niet echt aangeleerd. Nee, dus dat vind ik ook prima. Totdat je eigenlijk gaat proeven van, joh, als ik dit zeg en dit doe, en dan uiteindelijk komt het ook en gebeurt het ook zo, wat ik het meest prettige vind. Maar het is ook doodeng, hè, voor haar om een mening te hebben. Ja. Want er is er is wel meerdere malen over haar heen gewas. Want dan gaf ze wel de mening in de vergaderingen. Werd het gewoon poep, werd het langs elkaar neergelegd. En ze zegt ook dat ze zich soms niet gehoord voelt. Of dat het niet is of wat dan ook. Maar het is ook heel eng. Want als je op een bepaald moment ergens een mening overvormt en een ander deelt hem niet met jou, dan moet je ergens voor gaan staan. En dat heeft ze nog nooit geleerd. Ja. Maar dat kan nu wel. Nou, in deze situatie is het ook. Ja, ik kijk daar dan heel anders tegenaan. Als jij niemand wil kwetsen, is deze houding ook heel fijn. Ja. Want niemand zal dat haar kwalijk nemen. Niemand in deze groep. Nou, ik zou het niet chill vinden als ze 3 stemmen op mij geeft. Zou ik wel even een woordje met te praten, denk ik. Ja, maar uiteindelijk, als je kijkt naar, is dat wel de minste weerstand dat we lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja. Dat gebeurt bij mij niet vaak. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat ze gaat doen. Dus ze hebben het niet met jou erover gehad nog, hè? Nee, maar ik denk dat ze gaat verdelen. Ik denk dan misschien 2 naar jou en 1 naar haar. Joost mag het weten. Ja, naar wie? Ja, geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Even kijken. Ik zou het alsnog wel stoer vinden. Maar ik denk niet dat ze het gaat doen als ze dan die ene objectie zou zetten. Gewoon van, joh, weet je, het liefste deed ik het niet, maar. Maar ze heeft al meerdere malen aangegeven dat ze dat niet zou doen. Maar tegen Alexandra heeft ze wel letterlijk gezegd van. Alexandra vroeg letterlijk aan haar van, zou je op Jessie kunnen stemmen? En toen zei ze niks. Dus, Wanneer heeft Alexandra dat aan haar gevraagd dan? En toen ze wegging. Net voor de stemming. Positief stemmen. Okay. Ik ben nog steeds benieuwd naar de keuze waarom Lex nou daadwerkelijk echt op Jessie heeft gestemd.
Heb jij dat ooit letterlijk aan haar gevraagd? Ja. En? Ja, omdat ze vindt dat andere mensen ook moeten winnen. En ze irriteerde zich dood aan al die dingen. Ook aan de trofee maken en dat hij het hoogste wordt. En dat hij dacht al dat hij Utopia ging winnen. En zij vindt dat hij het niet verdient. Zij vindt dat jullie het meer verdienen. Ik vind het nog steeds stoer van haar, hoor, dat ze twee keer achter elkaar doet. Ja, dan krijg je er nu goed bij. Waar al het publiek bij zitten, dat ze dan ook nog zo'n speech hebben. Ja, vind ik. Dat was goed hoor. Dat was echt goed. Achter of ik het nou wel of niet met haar eens ben. Ik vind het want het had ook het hele. Allemaal mensen over zich heen kunnen krijgen. Ja? Het had gewoon gekund. Maar ja, heel eerlijk gezegd, als ik een beetje kijk naar het imago van Lex. Ik denk dat bijna heel Utopia kijken in Nederland. Dat een sympathieke vrouw vindt. Ja, mensen zeiden het ook voordat er stemming op de markt. Dat ze allemaal zeiden, zo goed gedaan hoor, wat je gedaan hebt met stemming. Ja. En ze doet het gewoon nog een keer. Ja, je moet... Waarom vindt heel Nederland kijkend Lex een sympathieke vrouw? Kun je niet, daar hebben we het al eerder over gehad. Een beetje dezelfde doelgroep. Het is een oudere vrouw, maar wel kwetsbaar. En dat laat ze ook zien. En ze wil wel leren. Ze heeft er moeite mee. Het is gewoon een echt mens, om zo maar te zeggen. Echt puur. Echt mens, ja. Een beetje een rare omschrijving, maar ja, het concrete kan ik niet echt krijgen. Gewoon iemand waar iemand zich in kan inleven, denk ik. Ze zien veel vergelijkenissen. Bijvoorbeeld? Of in ieder geval, ze snappen haar. Denk ik. En ze is gewoon een lief mens. Ja. Ja, ze zit hard zeker op de goede plek zitten. Ja. Vind ik ook zeker nog eens een keer op zoek in Noordwijk. Mimi! Ik heb nieuws voor je. Ik denk dat ze ook bij de poort staat als je buiten komt. Dat denk ik ook. Zo gek vind ik er ook nog wel. Bij mij zijn ze ook. Ik sta weer. Mimi!